U hoorde het, de naam van Nicky Verstappen is gevallen. En de moord op dit 11-jarige jongetje, daar is de tweede helft van deze uitzending opnieuw geheel aan gewijd. Een moord die tot ieders verbazing onopgelost bleef. Mede omdat justitie tijdens het onderzoek nogal wat steken liet vallen. Een moordzaak die in de ogen van de betrokken rechercheurs wel een verdachte opleverde, maar die nooit als zodanig mocht worden gehoord. Een moord in een Limburgs gehucht, waar geheimen liever worden verzwegen. Ook al zijn de feiten nog zo verschrikkelijk. Een moord ook die de ouders van het slachtoffertje noopte tot een radeloze brief aan de hoofdofficier van justitie. Geschreven op eerste kerstdag, maar nooit beantwoord. We hebben ons vastgebeten in het dossier Nicky Verstappen en vanavond presenteren we u de laatste ontwikkelingen. Op maandagmorgen 10 augustus 98 verdwijnt de 11-jarige Nicky Verstappen spoorloos uit een tent van een jeugdkamp op de heide in het Zuid-Limburgse Brunsum. Nicky! Pas aan het einde van de volgende dag wordt zijn lichaam ruim een kilometer verderop gevonden. Hij is vermoord en hoogstwaarschijnlijk seksueel misbruikt. Waar het kind precies aan is overleden, kan opmerkelijk genoeg niet worden vastgesteld. Wel denkt de recherche dat hij is bedwelmd, want het kind vertoont een rossige gloed. Verder valt erop dat Nicky's voeten schoon zijn gebleven, terwijl het meer dan een kilometer lopen is van het kamp naar de vindplaats. Hij moet dus door zijn belager zijn gedragen en vermoedelijk in een auto zijn vervoerd, concludeert de politie. Ook wordt duidelijk dat de dader of daders waarschijnlijk moeten worden gezocht in de kring van bekenden van het kind. Want niemand heeft Nicky horen roepen en hij was niet iemand die zomaar met een vreemde zou meelopen. Zeker niet om 6 uur in de morgen en alleen gekleed in een pyjamabroek. En omdat het een jeugdkamp betreft uit het in het noorden van de provincie gelegen gehucht Heibloem, waar alle deelnemers en leiders vandaan komen, vermoedt de politie dat de dader wel haast uit dit piepkleine dorpje moet komen. Maar tijdens het politieonderzoek dat volgt, maakt de recherche vervolgens de ene fout na de ander. Bovendien wordt het onderzoeksteam geplaagd door een heuse interne machtsstrijd en wisselen 3 officieren van justitie, die stuk voor stuk onvoldoende op de hoogte blijken van het onderzoek, elkaar af. En na 3 maanden wordt het onderzoek dan ook vruchteloos afgesloten. Dat terwijl er toch iemand was die vanaf het begin de speciale belangstelling had van de recherche. Het gaat om de oprichter en naamgever van het jeugdkamp zelf. Deze man blijkt een ontuchtverleden te hebben, struinde rond het tijdstip van Nicky's verdwijnen in alle vroegte tussen de tenten van de kinderen en heeft direct na de verdwijning van Nicky bij een aantal mensen de indruk gewekt dat hij iets te verbergen had. Zo blijkt uit het politiedossier. De morgen dat Nicky vermist was, heeft de man bijvoorbeeld zijn hele tent grondig schoongemaakt, dat terwijl het kamp er pas 2 dagen stond. Even later, rond 7:45, verlaat hij vervolgens het kampeerterrein en gaat hij naar Heibloem om daar om 11:00 de begrafenis van een verongelukte dorpsgenoot bij te wonen. Zijn vertrek is ruim 1 uur voordat er alarm wordt geslagen over Nicky's verdwijning. Thuis in Heibloem aangekomen, parkeert hij zijn auto in de garage, terwijl hij dat nooit doet als hij nog weg moet. Zijn overbuurman vertelt hem na de begrafenis dat Nicky op het kamp wordt vermist. Vreemd genoeg neemt hij vervolgens geen contact op met de kampleiding. En als hij uren later pas weer richting het kamp in Brunsum vertrekt, heeft hij nog steeds geen contact opgenomen met de leiding over de vermissing. Wat hij op de terugweg wel doet, is een bezoek brengen aan een kerk en aan een kapelletje langs de route. Hij zegt daar te hebben gebeden voor Nicky. Eenmaal terug op het kamp, dat inmiddels dus al uren in rep en roer is, loopt hij alleen maar wat verdwaasd rond, in plaats van mee te helpen met zoeken. Wel spreekt hij 2 maal iemand aan en wijst in een richting waar nog gezocht moet worden. Er wordt weinig notie van genomen. Maar wat blijkt? Nicky wordt een dag later precies in die richting ook gevonden. En dan is er ook een serie opvallende uitspraken van de oude man, zo blijkt uit de politieverhoren. Hij heeft zich onder meer afgevraagd of het mogelijk is om iemand die al dood is seksueel te misbruiken. Ook heeft hij gezegd bang te zijn dat er bij Nicky een haar van hem zou worden gevonden. Na de uitzending kwam een stroom van tips en nieuwe informatie op gang
op grond waarvan de recherche het onderzoek naar de moord heeft heropend. Er zijn 8 rechercheurs op de zaak gezet. En daarbij richt de politie haar vizier ook weer op de kampoudste, zo blijkt. Want vorige week heeft de recherche de tuinman van de kampoudste langdurig verhoord over nog een opmerkelijk voorval dat tot nu toe onbekend was gebleven. Goedemiddag, dames. Mag ik even wat vragen? We zoeken deze getuige, de tuinman van de oude man, bij hem thuis in Heibloem op. Yes, dat. Zit aan de koffiebloem. Ja? Het blijkt iets te zijn met de vuile was van de kampoudste. Rond de periode van Nicky's verdwijning, de tuinman weet niet de precieze datum meer, heeft de oude man op het kampterrein van de Heikop in Brunsum zijn kleding gewassen, omdat daar bloed op zat. De kampoudste heeft dit zelf, toen hij weer thuis was, tegen zijn tuinman verteld. Hij zei er toen bij dat het om bloed ging dat hij bij zijn ontlasting door een darmziekte had verloren en dat dit zo in zijn kleding terecht was gekomen. De tuinman verklaart verder tegen ons dat hij deze uitleg van de kampoudste is gaan betwijfelen en er dus mee naar de politie is gestapt. En die heeft hem hierover afgelopen week gehoord. Tijdens het verhoor bleek ook dat de recherche bezig is met het maken van een soort karakterprofiel van de kampoudste. Deze tuinman, maar ook andere heibloemers, zijn de afgelopen weken door de recherche uitgebreid ondervraagd over hun praktijkervaringen met de oude man en hoe zij zijn betrouwbaarheid inschatten. De interesse van de recherche voor deze kampoudste was immers kort na de moord op Nicky al gewekt. Toen bleek dat hij een ontuchtverleden had. De man blijkt in de jaren 50 als schoolhoofd van de plaatselijke lagere school, namelijk veroordeeld wegens ontucht met meerdere leerlingen. Maar na zijn detentie kreeg hij ongelooflijk genoeg een baantje aangeboden in het plaatselijke jongensinternaat De Wiedonk. En vanaf die periode heeft de kleine dorpsgemeenschap in feite de kat op het spek gebonden door toe te laten dat de veroordeelde ontuchtpleger steeds actiever werd in het plaatselijke jeugdwerk. Hij werd erelid van de plaatselijke voetbalclub en kreeg de beschikking over een kamertje boven de lagere school, waar hij dus als hoofd was weggestuurd. In dat geheimzinnige zolderkamertje trok hij zich tot voor kort vrijelijk terug met de jongste voetbalpupillen. Die moesten hier namelijk hun nieuwe tenues passen, terwijl hij toekeek en hen assisteerde. Behalve talrijke foto's van Heibloemse kinderen en andere veelzeggende prentjes, liggen er ook presentjes voor de kinderen. Maar er is nog meer. Heibloem stond toe dat de man zich vaak ophield bij de wasruimtes van de voetbaljeugd en jaarlijks als Sinterklaas de kleintjes van het dorp op schoot nam. Daarnaast kreeg hij de gelegenheid het jeugdwerk inclusief de jaarlijkse zomerkampen op de heide bij Brunsum op te richten en te leiden. En zo kon het gebeuren dat de veroordeelde ontuchtpleger uiteindelijk een gouden KNVB-onderscheiding en een pauselijke onderscheiding kreeg. En als klap op de vuurpijl ontving hij zelfs in 1986 van de burgemeester een gouden medaille in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn aandeel in het jeugdwerk in Heibloem. Maar met deze man is nog meer aan de hand. Want in de week voor Nicky's kamp is er een kenmerkend voorval geweest. Dat was tijdens een kampweek voor de iets oudere jeugd. Toen heeft de oude man, terwijl alle kampleden een dagje uit waren, aan een 13-jarig meisje dat ziek achter was gebleven, een slaappil gegeven. Het meisje zou achteraf pas bemerken dat er met haar kleren was gerommeld. Ook klaagde ze over pijn in haar buik. Een deel van het dorpje Heibloem is door de moord op Nicky Verstappen wakker geschud. Maar een ander deel wil nog steeds niets weten van het dubieuze verleden. Zoals bijvoorbeeld Hein Rijks, die samen met de kampleider jaren in het bestuur van de voetbalclub heeft gezeten. Op basis van datgene wat ik dus nu over betrokken persoon weet en hoe ik hem ken, zeg ik dus dat ik er nooit gespijt van heb gehad dat hij leider van de kamp is geweest. Maar als we de ex-voorzitter van de club spreken, blijkt iets heel anders. U heeft begin jaren 50 in Heibloem bij de hoofdonderwijzer in de klas gezeten.
Wat is daar gebeurd? Het is natuurlijk, dat is lang geleden en je praat er natuurlijk niet graag over, maar die hoofdonderwijzer die had het graag met de kleine jongens onderlezen en raakte niet ze aan, de knieën. Dus ik weet ook niet hoe ik dat precies moet zeggen, omdat je maakt die dingen mee en later denk je er niet meer aan. Maar het was eigenlijk een geval zoals het van pedofilie, zoals ik het nou zie. Maar toen wisten wij dat niet. We waren gewoon jongens van een jaar of 12. We beseften niet wat er gebeurde. Maar zo was dat toen. Hij pleegde ontuchtige handelingen. Ja, dat valt eronder. Ik bedoel, zo mag je het wel zeggen, ja. Heeft dat ook bij u en uw broer gedaan? Ik kan natuurlijk niet over mijn broer praten, maar mij wel. Ik weet ook over meerdere. Maar ik kan natuurlijk van andere leerlingen, zoals ik natuurlijk niet voor spreken, want ik doe dat nou alleen voor mezelf. Hè. Maar dat heeft wel consequenties gehad, hè, die ontuchtige handelingen. Ja, later is de hoofdonderwijzer van de school afgestuurd. Ik heb gesprekken gehad met politie, ik heb gesprekken gehad met justitie, ik heb gesprekken gehad met betrokkenen van de Stichting Jeugdwerk. Ik heb, naar aanleiding van die gesprekken, nooit zelf conclusie kunnen trekken dat daar iets fout is gebeurd. En wat anderen zeggen, daar kan ik dus niks mee. Of toch wel? Want deze Hein Rijks heeft de ex-voorzitter, die zich in ons programma dus wel kritisch durfde uit te laten over de kampoudste, direct gerouilleerd als lid van de voetbalvereniging. Zo blijkt uit de brief van hem. Uit ons onderzoek bleek dat de leiding van Nicky's kamp bestaat uit lieden met wie de meeste mensen hun kind niet zouden meesturen. Het zijn meest vrijgezelle dertigers en veertigers die nog bij hun ouders inwonen en van wie een aantal een zedenverleden heeft. Behalve de kampoudste zelf is een van deze leiders misbruikt door zijn stiefbroer. En weer een ander is recentelijk betrapt met kinderpornomateriaal. Dat is deze man. Hij blijkt bovendien een van de slachtoffers van de kampoudste uit de jaren 50 en heeft het er nog steeds moeilijk mee. Hallo. Hallo. Mijn naam is Peter de Vries. Ik ben van SBS 6. En ik zou graag even met u willen spreken. Kan dat? Nou, ik eerlijk moet zeggen, heb ik daar weinig behoefte aan. Want ik heb er nog steeds niet helemaal eroverheen. We zochten deze week nog twee andere kampleiders op. En in die gesprekken blijkt eens te meer dat de kampoudste kan blijven rekenen op hun onvoorwaardelijke steun. Goedemiddag. Ze willen niet horen of weten, zelfs niet achteraf, dat de kampleiding niet zou deugen. Ja, ze hadden jaren geleden al geruchten gehoord over dat verleden. Maar nee, ze voelden zich geen van alle geroepen daar opheldering over te vragen. Ondanks het feit dat hij zich dagelijks met de jeugd ophield. Ja, ik hoorde dat hij al aan de deur was. En ook de kampoudste zelf laat niet na te benadrukken dat het om een eenmalige vergissing uit een grijs verleden gaat. Zo blijkt uit een brief van hem die is opgenomen in een heibloemskratje. Als ze vinden dat ik iets fout heb gedaan, hadden ze dat 40 jaar geleden al moeten zeggen. Ik dacht dat alles vergeven en vergeten was. Maar is de ontucht wel een verhaal uit een ver verleden? Uit ons onderzoek komt naar voren dat het seksueel misbruik door de kampoudste zich waarschijnlijk niet beperkte tot de jaren 50. Kort na onze uitzending zijn wij gebeld door een man die de situatie herkende. Hij zei, ik ben geschokt door de uitzending, want ik ben in mijn jeugd zelf op dit Heibloemse jeugdkamp seksueel misbruikt door de kampoprichter.
Dit zijn foto's van het bewuste jeugdkamp in de jaren 80. En tijdens dit kamp heeft de kampoprichter zich volgens de nu 29-jarige opbeller aan hem vergrepen. Dit is hem, toen, 12 jaar oud. Hij hijst de vlag terwijl de kampoudste toekijkt. Hij verklaart dat de kampoprichter hem tijdens die kampweken in de 80e jaren regelmatig 's nachts in zijn tent opzocht en wakker maakte. Hij vroeg mij dan of ik moest plassen. En als ik met hem meeging, dan scheen hij altijd op mijn kruis terwijl ik plaste. Daarna pleegde hij ontuchtige handelingen met mij. Dit is dikwijls gebeurd. Ik weet in ieder geval van nog een kampgenootje dat soortgelijke ervaringen heeft opgedaan. Volgens dit slachtoffer dat wij uitvoerig hebben gesproken, hebben de ervaringen met seksueel misbruik bij hem diepe littekens achtergelaten. Het heeft een funeste invloed op mijn leven gehad. Nog steeds. Ik ben hiervoor diverse malen onder behandeling geweest. Bloed op de kleren van de kampoudste. Nieuwe beschuldigingen van seksueel misbruik op een eerder jeugdkamp. Voor alle duidelijkheid. Ik zeg niet dat deze man de dader is. Zeker niet. Ik ben er per slot van rekening ook niet bij geweest. Maar wat ik wel zeg, is dat de meeste leiders van het jeugdwerk en de voetbalclub in Heibloem altijd de andere kant hebben opgekeken als zij alert en kritisch hadden moeten zijn. En dat doen ze nog steeds. En ik zeg ook dat er redenen waren om de kampoudsten niet als getuige, maar als verdachte te horen. Dat had duidelijkheid kunnen verschaffen, zowel positief als negatief. Na de reclame ziet u het antwoord van de hoofdofficier van justitie aan de radeloze ouders van Nicky. Met kerst stuurde zij een aangrijpende brief vol met vragen en twijfels over het onderzoek. En pas deze week, onder druk van onze uitzendingen, kregen zij hun antwoord. Maar was het wel echt een antwoord? Tot zometeen. Radeloos en grijpend naar elke strohalm. Zo eindigden de ouders van de vermoorde Nicky Verstappen de brief die zij met kerst stuurden naar de hoofdofficier van justitie in Maastricht, die verantwoordelijk is voor het onderzoek naar de moord op hun 11-jarig zoontje. Bijna 5 maanden moesten zij wachten op antwoord, dat deze week toch nog kwam. We richten ons radeloos tot u met het volgende. Hoofdofficier Vos liet de wanhoopsbrief van Nicky's ouders 5 maanden onbeantwoord, omdat hij dacht dat deze via de betrokken officier van justitie met de advocaat van de familie zou worden besproken. Omdat, zo schrijft Vos nu, een antwoord van mij aan u veel formeler en dus veel minder bevredigend voor u zou zijn dan een open contact via uw advocaat. Kunt u ons helpen? Zo besliste de hoofdofficier op eigen houtje en liet de brief van Nicky's ouders dus liggen. Over de lange lijst met concrete vragen van Nicky's ouders schrijft hij: hoewel ik heel goed begrijp dat u met die vragen worstelt, kan ik daarop toch geen antwoord geven. Vos meldt verder dat de indruk bij de ouders dat het onderzoek is stopgezet niet correct is. En het feit dat er 3 officieren van justitie bij de zaak betrokken zijn geweest, bestempelt hij als zeer onwenselijk. Maar het was niet te verhelpen. En het heeft het onderzoek niet nadelig beïnvloed. Was getekend H.M. Vos, waarnemend hoofdofficier van justitie. Ik realiseer mij dat u met deze brief niet erg geholpen bent. Zo schrijft de hoofdofficier ook nog voor hij de brief met een vriendelijk, hoogachtend besluit. Bij mij in de studio is meester Stassen, de advocaat van de familie Verstappen. U zag hem zojuist al. En hij kan vertellen hoe de ouders van Nicky op deze brief hebben gereageerd. Nou, zegt u het maar, meneer Stassen. Waren ze er blij mee? Ze waren in ieder geval blij dat er een reactie kwam, dat de brief op de deurmat viel. Qua inhoud is er natuurlijk niks nieuws. Het is wat dat betreft een anderhalf A4'tje uitgelegd dat er eigenlijk niks verteld mag worden gedurende de loop van het onderzoek. Ja. En de meeste uitleg, zeer omslachtig, gaat dan nog over het feit waarom hij niet heeft geantwoord. Ja. Maar met alle respect, dat is toch een beetje een flauwekul verhaal. De brief was willens en wetens door de ouders aan hem geschreven, een persoonlijke brief.
En dan gaat hij zeggen, ja, nou, ik dacht dat ik dat wel mondeling met uw advocaat kon afdoen. Zo werkt dat toch niet? Nee, zo werkt het ook niet. En laat ik ook vooropstellen dat het contact tussen mij en de ouders natuurlijk altijd open is geweest. En dat ik altijd alles heb doorverteld en wat de officier mij verteld heeft. En dat er überhaupt geïnsinueerd wordt dat dat niet gebeurd zou zijn, dat vind ik al aanmatigend. Maar goed, ik denk dat we die discussie verder maar moeten laten liggen. En het leidt eigenlijk maar af van het doel van de zaak, waar we toch allemaal mee bezig zijn. Namelijk het oplossen, het vinden van degene die dit heeft aangericht. Ja. U zei net zelf al, echte antwoorden staan er niet in de brief. Hè? Nee. Zelfs niet op de meest simpele vragen waarvan je zegt, nou, wat is er nou op tegen om die te beantwoorden? Nee, dat wordt allemaal onder de noemer geschoven van het onderzoek loopt nog. En gedurende de loop van het onderzoek doen wij geen mededelingen. Dat is de houding van het Openbaar Ministerie. Hij zegt ook, en dat is wel interessant, dat de indruk van de ouders dat het onderzoek gestopt was, niet correct is. Maar het is toch gestopt geweest? Er zijn toch periodes geweest dat er geen rechercheur meer op zat? De laatste rechercheur is toegevoegd aan het rechercheteam dat de moord op Tanja Thijssen, waar we onze uitzending mee begonnen, moest onderzoeken. Ja, ik weet dus van rechtstreeks van de officier dat er nog één man in het RBT zat, recherchebijstandsteam, die nog wat losse eindjes aan het onderzoeken was. En dat zou het dan zijn. Dus dat is die fase geweest, die dip geweest, die eigenlijk de ouders aanleiding heeft gegeven om te zeggen, we gaan nou toch andere actie ondernemen om het weer op de rails te krijgen. Goed, er staan ook positieve zaken in de brief. Zeker. De hoofdofficier zegt ook dat hij het onverteerbaar vindt dat de zaak onopgelost is. Ja. En dat hij er alles aan wil doen om daar veranderingen aan te brengen. Nou, ja. Dat is toch een positief signaal. Daar zijn we heel blij mee. Ja, en we merken ook dat er gewoon nou aan gewerkt wordt. En dat ook echt alles onderzocht wordt wat onderzocht zou moeten worden. Ja. Ja. Ja, het blijkt ook wel, want laten we die brief nu maar even afsluiten, dat er op dat jeugdkamp toch wel in het verleden ook dingen zijn gebeurd die daglicht niet helemaal kunnen verdragen. Ja. Dat er, ik heb het inderdaad ook gezien in je uitzending, dat er inderdaad zaken zijn voorgevallen waar je kunt afvragen of die op zo'n kamp thuis horen. En ja, of je dan als ouders nog je kinderen zou willen meegeven als je dit geweten had van tevoren. Merkwaardig is wel dat de leiding en het bestuur van dat kamp daar zo afwerend over doen. Hè? Zelfs achteraf willen ze nog eigenlijk totaal niet beamen dat het klimaat wat daar heerste toch eigenlijk niet gewenst was. Mm-hmm. Ja, ik heb zelf niet met die mensen gesproken, maar wat ik van u begrepen heb, is de houding inderdaad nog een beetje afhoudend. En in dat geval, dat zou ook een goede zaak zijn, nee. Maar er gebeurt weer wat. Er gebeurt weer wat en daar zijn we heel blij mee. Acht rechercheurs zijn er mee bezig, de officier is bezig, belt mij ook als er nieuws is. En we zijn ook gewoon heel blij dat nou gewoon weer op het juiste spoor zit en dat er echt weer iets gebeurt. Goed. Dat we het ook kunnen zien. Oké, dank. Graag gedaan. Nou, tot zover deze uitzending, die toch eindigt met een beetje goed nieuws. Mocht u iets weten over de moord op Nicky Verstappen, belt u dan met de politie in Brunsum. Telefoonnummer 045 400 35 55. Voor de gouden tip staat een beloning open van 500.000 gulden, een half miljoen. En bedenk, het kleinste, onbenulligste detail, dat kan de oplossing van de zaak betekenen. Bel dus als u iets weet. Volgende week zijn wij er weer op het vertrouwde tijdstip rond de klok van 9:30. Kijkt u dan ook weer, dan heeft u altijd een alibi. Tot dan.